Yo, boys! Yo! Oké, ook al gedaan met die fucking kutpen en die fucking zonnebril. Oké, goed. Welkom back to a new video. Overmorgen is het dus voor de meeste Belgen school. Misschien ook voor sommige Nederlanders. Alhoewel die, ik ken er veel die al, die al school hebben eigenlijk. Maar voor de Belgen is het dus overmorgen 1 september. Voor iedereen is het 1 september, maar hè. Voor de Belgen is het terug school overmorgen, ja. En ja, dus ik dacht ik ga heel typisch zijn en heel origineel. En ik ga een video maken van 5 tips hoe je goed kunt starten in het begin van het schooljaar. Let's fucking go. Oké, dus als eerste is het eigenlijk fucking belangrijk dat je daar gewoon als een bad boy aankomt op die school. Dat is echt fucking belangrijk, hè? Ja. Oké, als je dat gedaan hebt, dan zullen de mensen echt wel stoer vinden. En dan zul je automatisch al wat meer bad boy vrienden maken. Maar je hebt natuurlijk ook al bad boy vrienden van vorig jaar gemaakt. Soms, hè, meestal. En, of je moet natuurlijk van een nieuwe school komen, hè. Maar, ja, daar gaan we gewoon even niet van uit. Dus je hebt al vrienden van vorig jaar. Maar, hè, ja, daar moet je ook nog iets mee doen. Je kunt die niet gewoon, je maakt geen vrienden voor niks. Je moet die, dus vraag aan hun dat ze even hun sigaretten kunnen meebrengen. En dan kun je met je stoere pet en met je stoere zonnebril even voor de schoolpoort roken. Zodat iedereen wel denkt van, yeah, cool boy around there. Dus ja, bel gewoon je oude vrienden en zeg dat die sigaretten moeten meebrengen, ja. Hey, hoe dan? Je mag die sigaretten mee, hè? Ja. Ah, jij rookt niet. Ja, maar doe dan dat je rookt, snap je? Ja. Kunnen we zo voor de lesbien kunnen we dan zo en voor het school zo wat smoren is wat doen. Ja, oké, man. Ja, yo bro, yo man. Oké, als je dat gedaan hebt en je gaat dan natuurlijk in de schoolpoort binnen, ja, dan moet je natuurlijk ook nog altijd stoer blijven. Stoer, ja, stoer. En natuurlijk, het ergste wat je kunt meemaken is dat je onder het schooljaar gepust wordt. Dus je moet zorgen dat je niet gepust kunt worden. En dat kun je eigenlijk alleen doen door zelf iemand te pusten. Ja. Oké, dat zijn nog echt 2 belangrijke dingen. Maar dat mag natuurlijk niemand weten, want dan ben je niet stoer meer. En één van die dingen is eigenlijk dat je stiekem je lessen moet voorbereiden. Ja. Oké, als je lessen dan voorbereid hebt, ja, dan ben je wel heel stoer, maar je hebt ook goede punten. Dat is toch gewoon chill, of niet? Natuurlijk is het nog altijd stoerder als je niet zegt dat je goede punten hebt en zegt dat je slechte punten hebt. Dat is echt wel fucking stoer. Ik zeg het ook altijd, maar dat is niet om stoer te doen, dat is gewoon om de waarheid te zeggen, maar... En als laatste is het ook belangrijk dat je met goed materiaal naar de les gaat. Met nieuwe stiften bijvoorbeeld. Dus koop nieuwe stiften en ja, dan kun je het hele schooljaar daar geniet van hebben. Ja. Oké, het probleem is altijd dat ik mijn stiften altijd na een week kwijt ben of zo. Dat een of andere BLO die geript heeft. Maar ja, hey, dat kan ik ook niet aan doen, toch? Maar dat waren eigenlijk de 5 tips om uw schooljaar perfect te beginnen. Ik beloof je, als je die gebruikt, dat je zeker een fantastisch schooljaar hebt met fantastische punten en met fantastisch nieuwe vrienden. En ja, dus ja, dat was eigenlijk mijn 5 schooltips om het schooljaar goed te beginnen. En ja, dan hoop ik dat jullie er eigenlijk van genoten hebben. Kunnen we de 450 likes op deze video halen? Zou fucking awesome zijn. Ik weet dat jullie dat kunnen, echt. Ik weet dat gewoon. Want jullie zijn gewoon chill en weet je, ja. En deel deze video ook even. Op Facebook of zo. Is altijd chill. Dan kunnen vrienden zien van. Cheeky little YouTuber. Abonneer ook even op mijn kanaal als je nieuw bent. Zo blijft je op de hoogte. En dan zegt elke YouTuber wel. Abonneer gewoon, ja.
En check naar de sociale media in de beschrijving. Instagram, Twitter, Facebook enzovoort. En dan bedank ik jullie voor het kijken. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Morgen om 18:30. Let's fucking... Ja,